Mijn naam is Frikke Janssens. Ik ben een fotograaf die werkt in opdracht voor reclame, magazine en mode. In mijn persoonlijk werk ga ik altijd wel zo proberen zaken uit de context te trekken, bijvoorbeeld bij die rokende kinderen. Ik vind dat wel leuk om die dubbele kant in mijn werk te steken. Zoiets dat mensen mooi vinden voor op te hangen, maar dan ook wel vragen bijstellen zo. Iedereen kan op zich een mooie foto maken, zeker met die mooie filters van Instagram. Maar er is wel een verschil tussen een foto nemen met je iPhone of een foto nemen met je technische camera. Voor mij is een goede fotograaf iemand met een eigen stempel. Als je bijvoorbeeld van die persoon een foto ziet, dat je direct kan zeggen van dat is van die fotograaf. Iemand met een eigen kleurgebruik, eigen afwerking. Voor mij was het belang van fotografie te studeren, dat ik daar verschillende technieken heb geleerd. Ik heb in studio leren werken, belichting zetten. Als fotografie uw passie is, ga dat dan zeker gaan studeren op Lucas School of Arts. Wacht daar niet mee, gewoon doen. En misschien gaan wij dan elkaar ooit ontmoeten via een job. Kunnen we samenwerken of gaan we misschien dan ooit samen exposeren.